Niet schieten. Ik neem alleen op de korrel uit. Wordt niet geschoten. Straks weten die rebellen meteen waar we zitten. Wel, luitenant, het spijt me. Geef me reden tot morgenavond. Dan laat meer. Naar de rivier en stroomafwaarts terug naar Lenkuju. Ja. Het is hier stil. Je kunt het ruiken. Wat? De Portugezen schreven het al in 1600. Je kunt het ruiken. Hoor je dat? Wat? Adi, Salim. Ja. Nog een beetje. Verder. Kartel. Doe maar. Nog verder. Ja, oké. Aardolie. Eerste kwaliteit. Dat is genoeg voor iedereen. Dit is goud. Oh ja, ja, het is goed. Het is goed. Nu kan ik 1000 witte pakken kopen. Witte pakken voor iedereen. Gefeliciteerd, meneer Moret. Bivak, meneer Vierkens. Bivak, meneer Schietke. Dubbele wachtposten. Die zijn erbij geweest. Bas! Die daar, in het pad. Je gaat naar het meer. Naar het noorden dus. Rebellen. Gaan we erachteraan. We hebben bijna geen reis meer. De gedroogde vis is helemaal op. Het ligt praktisch op de route naar de rivier. We kunnen terug door die kloof. Net zoals we gekomen zijn. Terug? Ben je gek? We zitten er vlakbij. Uiteraard. Gaan we door naar het meer, dan moeten we op rantsoen. Maak maar rechtsomkeerd. Ja, dankjewel. Luitenant. Ja. We gaan door naar het meer. Het permissie luidt. Moreja heeft zijn olie. De expeditie is een succes. Ja. Wanneer jij die sporen gevonden hebt, is deze expeditie een militaire aangelegenheid geworden. We moeten wel door. We geven het 1 dag en dan gaan we terug. Over 10 minuten vertrekken. De expeditie is geslaagd. We hebben gevonden wat we zochten. En wat u zocht, ik heb andere verplichtingen. Wij zochten olie, dat hebben we gevonden. We gaan terug.
We gaan ook terug, meneer Moret, langs een andere route. Kijk naar je mannenvierkens, die zijn op. Voor het eerst dat u zich om hen bekommert. En als ze ons overvallen? Dan zijn we er klaar voor. Ik zal uw superieuren melden dat u me tegenwerkt. Dan moet u eens luisteren. Als u nou nog eens tegen mij besluiten in durft te gaan, dan pak ik die kostbare tas van u en smijt hem eigen handen in het neer. Zodra we er zijn. Mia, we hebben het hem geflikt geluid. Ja. Oh, no Lord. Bivak. Bakker! Bivak! Beren, Itu! Ja! Naar beneden! Sally! Tuan! Sally, ada apa? Tuan! Tuan! Ini kurang baik. Telaga tidak baik. Bema! Stuur ze naar beneden! Ze zijn bang voor de boze geesten uit. Het meer brengt ongeluk. Toon een beetje begrip, luid. Ze zijn als de dood. Bang. Stuur ze naar beneden. Ze kunnen hun bivak toch een eindje verderop opslaan. Laat ze het toch op hun eigen manier doen, met de rug naar het meer. Sergeant, ik ben het zat. Ik ben moe. Ja, we zijn allemaal moe. Doe maar gewoon wat ik zeg. En als je zo dom bent op die luis, zo doe je erop naar Mekka. Aan welke kant sta je eigenlijk? Passang! Karabi! Baik, baik. Baik. Tidak lama lagi. Tunggu. Dan bij maar. Jij spreekt toch een taal? Houd toch je kopsnit. Tjaak! Hans! Tot zover. Tjekoep! Pretty! We zullen ze laten zien dat ze nergens bang voor hoeven te zijn. Mijn idee luidt. Wat daardoor? Even het zweet van het lijf, hè, na zo'n dag als vandaag. Zo is dat. Luitenant. Bij maar. Doe je mee? Luitenant, met permissie. Dit kunnen wij niet doen. Waarom niet? We zullen vermoeten. We gaan met z'n drie het water in. Geef met z'n drie het goede voorbeeld. Luitenant, alsjeblieft. Je kunt er wel zwemmen. Ja, luid. Ja? Mooi, dan gaan we er dus met z'n drieën in. En dat is het bevel. We kunnen nou niet meer terugkrabbelen. Het is het bevel. Kijk. Sergeant, wie het eerst in is. Als je er eenmaal door bent, is het heerlijk. Ze zond het erbij, ma. We gaan zwemmen. Met z'n drieën.
Karabijnen meegenomen. Ze hebben alles meegenomen. Hij is al op de terugweg, hoor. Het is een kwestie van een paar dagen. Niet aan de war naartoe al! Buiten naam. Hou je buiten! Ja. Ik geloof in God. Mama. Hm? Papa en papa boelang. Dans! Maddie! Chupat! Chupat!